al die andere parken gaat het werk ook de hele winter door. Zoals op de Berkt. Daar zijn Mark en Richard verantwoordelijk voor het opknappen van oude caravans. 175 stuks. Van binnen, van buiten, paar reparaties, likverf, gordijntjes wassen. Zo goed als nieuw. Alles is geschilderd. Plafond, wanden, alles. We hebben de kachel hebben we opnieuw gespoten. Mm. Bedden staan er weer allemaal in. Hij is standaard voor 3 personen. Ja, is net nieuw. In feite kan hij gewoon weer vernieuwen. Bijna vernieuw kan hij gewoon weer terug de verhuren. Dat zijn nou de teksten waar die bolle van houdt. Niks weggooien waar je nog goed geld mee kunt verdienen. Je rijdt niet in een Rolls door poen weg te pissen, weet je wel? Vandaag komt hij even checken of het eindelijk in orde is. Klop, klop. Hallo. Dit vind ik niet mooi. Dat hebben ze niet goed geschilderd. Op een of andere manier. Of met een droge roller, zie je? Ja, iets, misschien een keertje strak iets wat... Ja. Beter opletten, Richard. Nachtkastje, kledingkast, dat is ook belangrijk. We hoeven verder aan klaar, we zitten alleen maar aan proef. Dit was de proefuitvoering. Netjes, basic en niet te overdreven. En wel te doen zo. We zijn er wel even mee bezig geweest, maar het zal wel kunnen zo als we hier mee verder gaan. Dan hebben we wat handjes nodig en dan zouden we ze allemaal kunnen renoveren. Ja, gaat er al 2 hangen, dus twee handen. Huh? Dat is waar. Ik denk wel voor 3 werkende mensen is dit perfect. Ja. Ja. Wil ik wel even de planning weten, jongens, wanneer ze allemaal klaar zijn? Kom maar kijken, zegt hij. En of hij vooral niet vergeet een berg keurmerkstickers mee te nemen, want die gaat hij keihard nodig hebben. Het zal mij benieuwen. Zullen even op je vader wachten, die zou ook zo komen. Goedemiddag. Mannen, moet ik mijn stickers meenemen? Ik zou er een paar meenemen, ja. Ja? Ja. Het zal tijd worden. Nou. Nou, hier zou ik aan blindelings aan kunnen plakken. Dat was ook de bedoeling. Ja, ik ben ook voor de 3e keer terug. Dus dat mag dan ook wel. Nee, het ziet er wel keurig uit, dat moet ik zeggen. Als ik zo zie, dan zeg ik, jongens, dit hier kan ik zelf zomaar kunnen zetten. Ja. Hier nog even kijken, want daar ben ik nog niet geweest. Aha, geen sticker. Jawel, jawel wel. Jongens, ik ga hem plakken. De eerste. Huppatee. Nou, dit is al een beetje een deukje onder, maar proficiat. Dankjewel. Zo wil de gast wel komen. Zo. Richard was echt zo blij als een pup in een modderpoel. Zijn eerste sticker. Compleet met foto en al. Maar Peter heeft nog een paar honderd van die stickers in zijn zak. En die wil hij ergens op plakken. Ik weet wel dat deze goed zijn. Ja, ja. Dus is goed. Controleren is beter, hè? Dat klopt. Kijk, hier zitten wel wat dingen. Hier, dat komt ook van de spiegel plakken. Sorry. Ja, maar ze hebben hier niet... Oh, hij is naar beneden gezakt. Ja? Ja, hij is naar beneden gezakt. Jongen, jongen, hier. Ja, dat komt. Ze hebben nieuwe stickers geplakt. Maar ja, die zijn... Jongen, weg. Geen sticker hier. Die zijn nog niet gedroogd. Ik moet een doek hebben. Heb ik. De kit van de spiegel aan mijn handen. Ik zei al, hè? Vertrouwen is goed, controleren is beter. Zit hier gewoon met een kilo kit aan mijn handen. Niet te geloven, ja. Dat zou een feestelijke dag moeten zijn, hè? We van dat kut weer hier. Ja. Ja, wij laten ons eigenlijk niet uit het veld staan, Ruud. Behalve Nicole, die staat wel mooi droog. Ja. Maar die gaat daar ook sjouwen, want het is haar project. Ja. Anders alleen met de eerlopen strijden, dat gaan we niet doen. Komt die wind uit die vrachtwagen of komt hij hier even buiten af? Nicole! Alsjeblieft. Ja, dat is goed voor de... Hier, Nicole! Nicole! Dan zal je goed slapen vannacht, Nicole, denk ik, of niet? Nicole! Oh, je verliest iets, Nicole. Ja, maar plastic is slecht voor de natuur. Zie je wel, maat, het leven van een miljonairsvrouw gaat niet over rozen. Hé, jongen, jongen. Nou, we moeten wel een beetje opschieten, jongens, want we moeten wel klaar zijn als Peter zo meteen komt. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.